Joost Lanshagen van de Politie Midden Nederland, welkom. Dank je. Goed dat je er bent. We beginnen met deze man. Dit is de 48-jarige Mariusz Simek uit Polen. Hij was sinds oktober 2021 in ons land en werkte als arbeidsmigrant in het Westland. Sinds afgelopen zomer leidde hij een zwervend bestaan in Veenendaal. Leiden, want ruim 2 weken geleden werd zijn lichaam uit het Valleikanaal in Veenendaal gehaald. De doodsoorzaak is inmiddels bekend: verdrinking. Maar was het nou een ongeluk of een misdrijf? Dat wil de politie graag weten. Maandagochtend 5 september krijgt de politie de melding dat er een lichaam in het Valleikanaal drijft, ter hoogte van de Raadhuisstraat. De politie komt ter plaatse en constateert dat het inderdaad om een lichaam gaat. De brandweer wordt ingeschakeld om het lichaam uit het water te halen. Na onderzoek blijkt het te gaan om de 48-jarige Mariusz Simek uit Polen. De man had geen vaste woon- of verblijfplaats en hij sliep af en toe in een parkje, een paar honderd meter hier vandaan. Joost, er is sectie gedaan op het lichaam. Wat kwam daaruit? Ja, daaruit bleek dat hij een verhoogd alcoholpromillage in zijn bloed had. Nou, we houden rekening met meerdere scenario's. Ja, en we hopen dat het publiek ons toch echt nog kan helpen bij het compleet maken van het beeld. Precies. Er is bewakingsbeeld waarop hij te zien is. Ja, dat klopt. En dat beeld dat is gedraaid in het centrum van Veenendaal op donderdagavond 1 september. Dat is dus 4 dagen voordat zijn lichaam gevonden is. Nou, hier zien we hem lopen in het centrum ter hoogte van het horecaplein aan het J.G. Sandbrinkstraat. Hij heeft een grote gele boodschappentas bij zich. Ja, en die tas is een van onze aanwijzingen in deze zaak. Hoezo precies? Nou, zo'n tas, dat is vermoedelijk van de DK-markt, is de volgende ochtend, dus vrijdagochtend, door een getuige gevonden of gezien in ieder geval in de berm aan de kant van de Raadhuisstraat. Nou, aan het einde van de middag kwam de getuige daar weer langs en toen was de tas weg. Nou, in de tas zaten vermoedelijk spullen, persoonlijke spullen van hem. We hebben het over kleding, maar ook telefoons. En uit onderzoek is gebleken dat hij 2 telefoons bij zich moet hebben gehad. En tot op heden zijn die telefoons nog niet aangetroffen. Oké, dus degene die de tas heeft weggehaald weet mogelijk meer. Ja, dat zou kunnen. Mocht iemand die tas hebben meegenomen of hebben gezien, dan horen we dat uiteraard graag. Dat geldt ook overigens voor mensen die recentelijk misschien wel een van die telefoons in handen hebben gekregen. En ook willen we natuurlijk graag weten wie het slachtoffer als laatste heeft gezien. Nou, we zien hem hier nog een keer. Hij was dus 1,79 meter lang, 48 jaar oud. Hij droeg hier een horizontaal gestreept t-shirt, een zwarte spijkerbroek en merkloze blauwe sneakers met een witte streep. En dus die gele boodschappentas met het opschrift DK-markt. Hij was een bekende verschijning in het Veenendaalse centrum. Hij verbleef in een parkje aan het Korenhertpad. En bewoners uit de buurt die daar wel eens liepen met bijvoorbeeld de hond om die uit te laten, hè, ja, die hadden zeker wel contact met hem. De omstandigheden rond de dood van Mariusz Simek zijn nog steeds onduidelijk. Weet u meer, bijvoorbeeld over die tas? Laat dan van u horen. En bel een van de tiplijnen. 0800 60 70 of anoniem 0800 7000.